Welkom bij Topnemers, iedere dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam. De gast is Gerard Dielissen. Gerard, je bent van het NOC-NSF. Ik heb even in onze archieven gekeken. De eerste keer dat je bij ons was, was al in eind 2011. Lang geleden. Dat is lang geleden. Zo lang maken wij dat programma ook. Ja, dat zo lang volhouden. Ja. Maar wat wij daar zelf ook heel erg leuk aan vinden, want we doen het natuurlijk vaker, we maken vervolgverhalen. Mensen die een keer te gast zijn geweest, praten ons later bij hoe is het gegaan sedertdien. En de kop destijds was boven het artikel dat over de uitzending is geschreven: digitalisering is een kans die je moet willen pakken. Dat digitalisering was toen eigenlijk echt nog een onderwerp, zeg maar. Welke kansen hebben jullie als NOC-NSF sedertdien gepakt? Nou, ik denk dat digitalisering nog steeds heel veel kansen biedt. Maar met NOC-NSF en met al die bonden zie je wel dat er allerlei ontwikkelingen zijn geweest in de afgelopen jaren die we alleen maar hebben kunnen uitvoeren dankzij de digitalisering. En dan moet je denken aan hele concrete voorbeelden, zoals bijvoorbeeld bij een tennisvereniging. Er zijn heel veel tennisverenigingen waar je nu gewoon digitaal kunt afhangen bijvoorbeeld. Dan ben je thuis en denk je, nou, ik wil gaan tennissen. Nou, vroeger moest je dan naar de tennisbaan, dan moest je je pasje ophangen. En dan probeer je, dat weet ik zelf nog, het pasje dusdanig op te hangen dat je niet een half uurtje, maar het liefst een uurtje kon spelen. Hè? Dat gaat natuurlijk nu allemaal niet meer. En dat kun je nu allemaal digitaal doen. Nou, zo zijn er heel veel voorbeelden waarvan ik denk dat de sport daar groot voordeel bij heeft. Ja, en jullie zijn een overkoepelende organisatie, dus alle individuele sportbonden vertegenwoordig jij, zeg maar, op dit moment aan deze tafel. Ja. Wat hebben jullie gedaan als overkoepelende organisatie om die kansen van de digitalisering, die mogelijkheden samen te onderzoeken, samen te benutten? Hoe gaat dat in zijn werk? Nou, we zijn zeg maar een jaar of twee, drie geleden begonnen met een groot traject en dat noemen we dan de transitie in de sport. En die transitie in de sport, die is mede ingegeven door ook de mogelijkheden die de digitalisering geeft. Als je kijkt naar de wijze waarop de sportinfrastructuur in Nederland is georganiseerd, dan is dat heel bijzonder. Ik heb dat, meen ik, 6-7 jaar geleden ook gezegd. We hebben 76 bonden. Daarbij zijn zo'n 25.000 verenigingen aangesloten. En die representeren weer tussen de 4 en de 5 miljoen leden. En daarbovenop heb je ook nog eens een keertje 3, 4 miljoen mensen die niet georganiseerd sporten. Die dus niet lid zijn van de vereniging. Dat is hartstikke hoog. We staan in de top 3 van de wereld als het gaat om de sportdeelname. Dat betekent eigenlijk 1 keer per week sporten. Dat is een index die internationaal algemeen als benchmark wordt beschouwd. En toch zag je in die afgelopen jaren dat je heel veel verenigingen had die eigenlijk toch in het verleden bleven hangen. En die gingen er ook aan. Het is niet voor niks dat, ik zoom nu even in op tennis, maar ik kan meer voorbeelden noemen, die het toch moeilijk kregen omdat ze zich niet opnieuw aan het uitvinden waren. Ik noem een voorbeeld, stel dat je lid wil worden van een vereniging in 2010, dan belde je de secretaresse van de vereniging op of je schreef een brief of een e-mail, want dat kon toen natuurlijk allemaal al. En dan werd je lid en dan betaalde je 250 euro of 300 of 125, dan was je lid van een vereniging, dan moest je wat bijbetalen voor competitie en dat was allemaal georganiseerd door de bond, et cetera. Nou, dat landschap is wel enorm gaan schuiven, want je kan nu op ieder moment van de dag kun je gaan sporten als je dat zelf wil, georganiseerd of ongeorganiseerd. En dat komt door allerlei digitale verbindingen. En toen hebben wij gezegd, nou, eigenlijk zouden we dat historische erfgoed, wat dan die Nederlandse sportinfrastructuur heet, daar moeten we trots op zijn. En daar bovenop moeten we gebruik maken van de mogelijkheden die, zeg maar, die digitalisering van de samenleving ons biedt. We spraken er 6 jaar geleden ook over als een, ja, best een bedreiging van de instituties in de sport. Ja. Want jij zei toen van de macht verplaatst zich van de collectieve structuren naar de individuele. Ja. Ja. Jij noemt het ongeorganiseerde sport. Ik noem het altijd liever vrije sport. Dat klinkt wat positiever. Ja, wat je wil. Weet je, dat zijn mensen die gewoon op hun eigen manier, op tijden dat hun uitkomt, gaan sporten. En niet noodzakelijkerwijs daarvoor een vereniging of een bond. En wat nu de Hoe heb jij de afgelopen jaren geprobeerd ook die positie van die organisatie te verstevigen? Nou, door zeg maar de kennis die er zit binnen die verenigingen en uiteindelijk ook bij die bonden, om die ook in te zetten. Want je kan wel, ik weet dat jullie het doen, wel gaan schaatsen.
in totale eenzaamheid. Maar het is toch prettig dat er schaatsverenigingen zijn die kunnen voorzien van de kennis. Wanneer je nou je heup boven je schaats of onder of een trainer of weet ik. En dat betekent dat lidmaatschappen niet meer zo strak moeten worden gegoten in dat stramien van je betaalt 250 euro, dan ben je lid en verder is er niks. Maar dat je veel meer individuele lidmaatschapsvormen aanbiedt. En dat betekent als ik bijvoorbeeld wil tennissen met mijn stiefzoontje, dat ik naar de bar van de vereniging kan gaan waar hij lid is en ook competitie speelt, 5 euro kan betalen en dan ook gelijk die baan op kan gaan. En desnoods dan ook de mogelijkheid krijg om ook digitaal af te hangen met hem. Mm-hmm. Nou, dat zijn allemaal ontwikkelingen die zich de afgelopen jaren wel hebben afgespeeld. Dus ik denk, en ik heb ook wel de overtuiging, dat de sport in Nederland heel erg bezig is met die mogelijkheden van de digitalisering. Ook met het nadenken, want dat is een andere kant, over nieuwe verdienmodellen. Nou, want daar kun je natuurlijk, ja, daar kun je over gaan nadenken van hoe kun je nou op andere manieren ook geldstromen losweken bij consumenten, sportconsumenten, die ze bereid zijn te stoppen in, nou ja, zeg maar, die ongebonden sport. Dat gebeurt in sportscholen, dat gebeurt via de Strava's van deze wereld, die we toen nog niet hadden. Ja. Maar dat gebeurt natuurlijk ook via verenigingen. Nou, je ziet nu langzaam maar zeker, dat is wel, want ook de sportwereld heb ik volgens mij toen ook gezegd, dat is een hele conservatieve wereld, maar dat zie je wel in beweging komen. Dus die transformatie, nou, ik moet zelf zeggen dat ik toen in die periode wel dacht van nou, bonden kunnen wel eigenaarloze organisaties worden. Dus dan heb je ergens nog een koepel die zorgt voor de hygiëne van de sport en de regelgeving en dat soort dingen. En dan heb je het ook over grote bonden, niet alleen NOC-NSF, maar ook over de KNVB en de hockeybond. Want dat zijn grote natuurlijk instituties. Ja. Maar heel veel andere bonden die zullen dan verdwijnen. En dat gebeurt gewoon bij de verenigingen. Maar daar ben ik toch wel een beetje van teruggekomen. Ik denk dat bonden eigenlijk de speciaalzaken aan het worden zijn van een bepaalde sport. En is ook nodig om die verenigingen, want mensen hebben toch de behoefte om zich hoe dan ook te verenigen. Je kan wel zeggen, je zet op Twitter dat je morgenavond om 7 uur wil uitlopen. Dan zie je 5 mensen die gaan uitlopen. Maar je ziet ook dat mensen de behoefte hebben aan kennis. Ja, je noemt ook de behoefte van de sporter. Hè? Dat is natuurlijk ook iets waar veel over gediscussieerd wordt. Van wat staat nou centraal? De behoefte van de sporter. De behoefte van de sporter. En dat, absoluut. En dat betekent soms dat de belangen van de bonden daaronder geschikt aan, zijn, moeten zijn. Maar dat is best een stap, denk ik, in zo'n wereld. Hè? Waarbij de instituties ook heel bepalend zijn voor de... Maar een van de uitgangspunten is dat wij, dus bonden, verenigingen, NOC-NSF... dat we ervoor moeten zorgen, dat we de voorwaarden scheppen dat de individuele sporters of families, noem op, dat die hun eigen keuzes kunnen maken. En je ziet het ook, wat je ziet schuiven ook in die afgelopen jaren, zijn de verschillende competitievormen. Je ziet bij veel sporten dat mensen die willen niet meer gedwongen in een keurslijf alleen maar de keuze hebben om op zaterdagmorgen hun competitie te spelen. Dus je ziet allerlei andere momenten. En er zijn ook mensen die van een echte competitiesport lid worden, maar helemaal geen competitie willen spelen. Ja. Nou, de laatste discussie bij de KNVB. Hè? Dan gaat het erover van, mensen willen misschien graag best wel 1 of 2 keer in de week trainen. Ja. En zeggen, maar competitie hoeft niet. Maar ik vind het wel leuk om 2 keer per jaar een toernooi te spelen. En wat zie je nou bij de KNVB? Dat ze dat nu, ze hebben het daar in ieder geval over en ze proberen dat mogelijk te maken. Ja. Nou ja, en dat is natuurlijk wel hartstikke goed. En dan wordt ook de drempel lager om mensen die niet lid zijn van een voetbalclub, bijvoorbeeld wel via de KNVB een pasje te geven. En of dat nou een fysiek pasje is of een digitaal pasje of whatever. Die ontwikkelingen zie ik nu wel, die beginnen wel te komen. Er zijn ook nu meer mensen die zo dat aantal mensen wat van, wel nog steeds van sporten houdt en actief bezig zijn, maar die wedstrijden of die wedstrijdverband of dat organiseerde gedeelte wat minder belangrijk vindt. Is dat een ontwikkeling? Nou, dat hebben we niet tot achter de komma onderzocht, maar als ik zie wat er gebeurt, dan merk ik wel dat mensen veel meer regie willen voeren over wat ze zelf doen. Nou, en de logische consequentie daarvan is dat ze zich niet in ieder geval niet meer allemaal, die 4 of 5 miljoen in een keurslijf willen laten duwen van dan moet je die competitie spelen en dan die wedstrijd, et cetera. Dus dat wordt wel minder. Ja. Nou, en dat betekent dat je daar als vereniging
En dus ook met de kennis van een bond. Ja, wil je overleven, ja, zul je daar wel vormen voor moeten zien te bedenken. Waardoor je blijft bestaan. Want het is ook jammer, ik zou het heel erg jammer vinden. Dat we hebben één of twee jaar geleden het recht op 200 jaar vereniging gevierd in Nederland. Nou, daar maken sportvereniging onlosmakelijk een onderdeel van uit. Nergens in de wereld hebben we zo'n mooie grassroots sportinfrastructuur als in Nederland. En daarbovenop bouw je natuurlijk ook weer de mogelijkheid om topsportprestaties te organiseren, omdat de talentherkenning, omdat de doorstroom, de aanvoerfunctie vanuit die basis, die ligt eigenlijk voor het opraven. En het is misschien ook wel jullie belangrijkste maatschappelijke doelstelling, sportparticipatie, breedte sport, gezonde bevolking door te bewegen. Ja, dat is... Aan de andere kant vraag ik me ook wel eens af van het zwaartepunt ervan. Gaat natuurlijk steeds meer decentraal liggen bij gemeentes die scholen helpen om bewegingsonderwijs te doen, bij sportparken, bij een wethouder. We zitten hier nu toevallig in Amsterdam, die heel actief is, Erik van der Burg. Ja, uitstekend geweest, sportwethouder. Evenementen en breedte sport en bewegen. Waar zit dan de specifieke rol van NOC NSF op dit moment? Nou, die zit natuurlijk, kijk, wij zeggen die zit op een aantal plekken. Als het gaat om de basis, hè, dat wil ik nog wel even herhalen. Wij zijn inderdaad op aarde omdat wij de overtuiging hebben. Hè, dat is echt een overtuiging, daar kun je het mee eens zijn of niet mee eens zijn overigens. Dat is allemaal prima. Ja. Maar dat je met sport als middel de samenleving rijker, beter, gezonder maakt. En dat is ons uitgangspunt. Ja, daar ben ik het overigens mee eens. Maar dat vinden wij. Hè, En dat vindt niet iedereen, maar er zijn ook mensen die zeggen van ja, sport heeft ook heel veel negatieve aspecten. Kijk naar het onderzoek van Klaas de Vries, waar we het misschien nog over hebben. Of over geweld rondom sportvelden, dat is ook allemaal waar. Maar in de kern gaat het er ons toch om dat we sport inzetten als middel. En het is niet een doel op zichzelf om zoveel mogelijk medailles over een paar weken te halen in Pyeongchang. Nee, die medailles die helpen om het verhaal te vertellen vanuit die overtuiging dat sport... Ja, de samenleving beter maken. Wat is dan onze rol? Onze rol vanuit de koepel is dat wij over heel veel kennis beschikken op het gebied van topsport. Dat is een apart vakje, dat noemen we dan tegenwoordig Team NL. Hè, dat is onze topsportverantwoordelijkheid. En we hebben heel veel kennis op het gebied van de hygiëne van de sport. Hè, want ik zeg altijd, en dat is, dat was al begin jaren 80 zo toen ik bij de krant werkte, een regionale krant. Ik zeg altijd decentraal wat decentraal kan. Hè, stop dat zo ver mogelijk weg die verantwoordelijkheid in de grassroots van de samenleving, maar centraal wat centraal moet. De hygiëne van de sport begrijpt denk ik ook niet iedereen. Dat gaat om regelgeving, dat gaat om opleiding, dat gaat om opleiding van coaches, normen, waarden, dopingreglementen, noem dat allemaal op. Dat noem ik de hygiëne van de sport. Ja. De integriteit van de sport meer is dat. Dat is natuurlijk een hele belangrijke taak om dat centraal aan te sturen, daar met z'n allen afspraken over te maken, et cetera, et cetera. Maar wat je ook ziet gebeuren, als we het over digitalisering hebben, de rol van NOC-NSF wordt op een bijzondere manier ook alweer verder, of die verantwoordelijkheid verder onderstreept door grote corporate bedrijven in Nederland. Kijk bijvoorbeeld naar Albert Heijn, as we speak, in de aanloop naar de Spelen, komt Albert Heijn bij ons. We hadden al een contract met Albert Heijn. Ja, maar die willen nu het schaatsen populairder maken rondom de Spelen. Dus als je nou een zak boerenkool koopt, dan krijg je daar een zegeltje bij. Met dat zegeltje kun je naar je vereniging. En dan kun je goedkoper een schaatsles krijgen. Nou, dat kunnen ze natuurlijk niet doen met al die verschillende bonden. Het gaat nu om schaatsen, dus de KNSB is erbij betrokken. Maar in de zomer hebben we dat precies hetzelfde gedaan. Met alle bonden. Ja, dan zeggen de bonden tegen ons van ja, dat moet allemaal via ons. Maar ja, Albert Heijn wil niet met 25 bonden of met laat staan 76 bonden zaken doen. Ja. Dus dat doen wij weer en wij coördineren dat terug naar die betrokken bonden. Nou ja, daar zit natuurlijk ook een heel digitale systematiek onder en een website en een mop. Nou, zo kunnen mensen die dan niet lid zijn van een vereniging, nou, die kopen dan hun spullen bij Albert Heijn. Dan kunnen ze zegeltjes plakken en met een volle spaarkaart konden ze uiteindelijk een periode van 3 maanden gratis sporten bij een vereniging. Nou ja, dat soort modellen, dat 10 jaar geleden zou niemand al bedacht hebben. Dat is dan weer digitalisering. Kenmerk van de digitalisering is ook wat we al zeiden, de focus gaat naar het individu, weg bij de instituties.
We hebben natuurlijk een topsportambitie die jullie ook hebben als NOC-NSF. Ja. Top 10 geloof ik nog steeds in het medaille. Ja, absoluut. En dat lukt ook heel behoorlijk. Breedte sport heb je ook. Hoor je wat ik zeg? Dat lukt ook heel behoorlijk. Tot nu toe wel. Ja, we zullen zien hoe het... Ja, dat gaat heel behoorlijk lukken. Ja. Gaat weer lukken? Ja, 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 ik ben heel zelfverzekerd. Ja. Qua digitalisering heb je ook zo'n soort doelstelling? Of is dat... De doelstelling, wat ik altijd zeg van als je niks doet... Weet je, dan leidt dat tot verelendung en het reservaat en het einde. Weet je wel, je moet, iedere dag moet je weer vooruit. En ik vind dat we ons hoe langer hoe meer bewust zijn geworden binnen de sport... dat die samenleving die steeds verder digitaliseert en ook individualiseert... dat we daar wel een antwoord op moeten hebben. Nou, maar laat ik het dan anders vragen. Zijn er landen, dat vraagt Johan Schaap op Twitter... zijn er landen waar jij jaloers naar kijkt als je het hebt over digitalisering? Als ik kijk naar digitalisering en dat op sportgebied, ik denk dat wij met een aantal landen, zoals Amerika, Engeland, Australië, Nieuw-Zeeland is daar heel actief mee. Dat of we daar wel in ontwikkelingen waarvan je denkt van, goh, had ik die maar, zou ik die kunnen? Dat weet ik niet. Wij zijn wel, zeg maar, een van de drie landen ter wereld die, zeg maar, het NOC, het Nederlands Olympisch Comité, heeft laten fuseren met de Nederlandse Sportfederatie. He, dus wij hebben één organisatie, NOC-NSF, en er zijn maar drie landen ter wereld, Noorwegen en Zuid-Afrika, die dat op die manier hebben georganiseerd. In alle andere landen zie je een Nederlands Olympisch, of zie je een Nationaal Olympisch Comité, een NOC, en die verzorgt de uitzending. Ja, dat is topsport. Ja, en die selecteren dan uiteindelijk welke sport de mensen die naar de Olympische Spelen gaan, maar die gaan niet eens op topsportbeleid, want daar heb je dan weer vaak een aparte legal entity voor, een organisatie. En dan heb je ook nog een sports for all organisatie, die dan de vertegenwoordiging doet van alle bonden. Hè. Vaak heb je drie, heb je er dan drie. Dat hebben wij in één. En dus in die zin is het ook, is het ook wel moeilijk te vergelijken met andere landen, als het gaat om die digitalisering. Maar ik denk, zonder daar nou niet heel hoog van de toren te blazen, ik denk dat wij daar in ieder geval mee bezig zijn. Ik moet je ook zeggen, laat ik ook de hand in eigen boezem steken, dat de ambitie die wij hebben en die ik ook heb, het is best lastig om te bepalen als je dan geld hebt, waar stop je dat in? Hè? Stop je dat nou in de ontwikkeling van sportparticipatie, CQ Topsport? Of stop je dat in allerlei mediaproducties? Het is interessant, ik geloof dat ik dat nog niet mag zeggen, maar dat doe ik dan toch maar. Vinden we altijd leuk en dat weet ik. Maar we gaan nu in Pyeongchang gaan we een strategisch mediapartnership afsluiten met de persgroep. Dat waren we van plan te doen met TMG, maar door al het gedoe met TMG is dat niet gelukt. En dan blijken wij toch heel interessant te zijn voor een grote mediabedrijf om daar een strategisch partnership mee aan te gaan. Houdt dat in? Dat houdt in dat zij voor ons ook gaan produceren en ook hun kanalen ter beschikking stellen. En dat brengen we bij elkaar. Hè. We zitten al in Pyeongchang bijvoorbeeld met een groep van redacteuren van de persgroep, met een aantal redacteuren van NOC-NSF, van Team NL. Dat brengen we samen. En het gaat dan vooral over de achtergronden, hè? Want die verhalen willen we vertellen. Die hebben jullie niet? Nee, die hebben we niet. Ja. Die beeldrechten, dat zien mensen allemaal wel verschijnen op de televisies. Maar het is voor ons buitengewoon interessant. Hè. Dat vind ik een hartstikke leuk ding. En dat kan ook door middel van de ontwikkeling van de digitalisering, is dat we nu hebben in Rio geëxperimenteerd met een medailletaxi. Ja, dus dat betekent dat we, dat was hartstikke goed, maar niemand keek ernaar nog op internet. Maar nu gaan we dat wel doen. Als een atleet een medaille heeft gewonnen, dan gaat hij de volgende dag naar Medal Plaza. Dat ligt dan in dit geval in de bergen, in Pyeongchang. Wij zitten aan de kust in Gangneung. En terug wordt dan die atleet in een medailletaxi gestopt en wordt hij geïnterviewd door Peter Heerschop en Vigo Waas. En dat wordt allemaal live gestreamd en uitgezonden. Dat soort ontwikkelingen. En dat wordt dan weer gesponsord door de Nederlandse Loterij. Die modellen, ook sponsoring, als je het over digitalisering hebt, dan is ook sponsoring natuurlijk buitengewoon interessant om te kijken wat voor modellen kun je met onze sponsoren ontwikkelen. Die we, 10 jaar geleden, was het een boring langs de kant en een shirtje. Of je kon alleen via de bestaande kanalen. Nu publiceren we zelf. Dus ik zeg wel eens,
Nou, jullie weten, hiervoor was ik algemeen directeur van de NOS. En toen was ik verantwoordelijk voor mediabedrijven. En nu zeg ik wel eens bij mij in de organisatie, nou, volgens mij ben ik weer de baas van een mediabedrijf. Ja. Want als wij niet vertellen wat wij doen, nou, dan heeft dat weer consequenties voor, nou ja, voor je geloofwaardigheid, voor je reputatie, et cetera, et cetera. Nou, daar kunnen we nog wel stappen in zetten. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar de website van NOC-NSF, ja, ja, dat is inderdaad... Nou, dan moet daar maar niet over nou, dan moet je inderdaad de traumadienst bellen om je uit die website te laten zagen. Want, ja. Ja, dat, dus dat moeten we ook gaan vernieuwen. Nou, dat gaan we ook doen, maar daar moet je dan weer geld voor vrijmaken, et cetera, et cetera. Dus het vraagt ook in de organisatie, niet alleen van NOC-NSF, maar ook bij sportbonden, laat staan bij de sportverenigingen, en er zijn sportverenigingen die dat prachtig op orde hebben met heel veel vrijwilligers, ja, vraagt dat ook nog een andere manier van denken. De transparantie is een ander onderdeel van de digitalisering, wordt er vaak bijgehaald. Dat is ook een van de moeilijkste, denk ik. Ook voor een gevestigde organisatie als jullie zijn, waarmee je te maken hebt met topsport. Nou, we kennen allemaal de verhalen uit Rio, waarbij het ook best ingewikkeld was af en toe. Dat was het ook, Nu gaan jullie bijvoorbeeld ook weer een partnership doen naar Pyeongchang met Talpa. Dus ook achter de schermen in het Holland Heinekenhuis, de medailletaxi. Weet je, hoe gaan jullie om met die transparantievragen? Want hoe ver laat je dit soort partijen dan achter de schermen? Ja, kijk, als instituut, NOC-NSF, is het uitgangspunt. Hè, als je nou zegt, van, nou, wat zou je nou willen zijn? Dat klinkt een beetje saai. Maar het is natuurlijk wel zo, je wil betrouwbaar zijn, je wil transparant zijn, je wil afrekenbaar zijn. Hè? Dus transparency en accountability, dat zijn wel de begrippen. Ja. Ja, dus dat moet je wel, als je bij NOC-NSF werkt, moet je dat wel van jezelf willen maken. Daar begint het mee. Wat niet wil zeggen, hè, dat als het gaat over, ik noem maar wat, over een dopinggeval. Nou, dan gaat het natuurlijk om de rechten van een individuele atleet, die moet je beschermen. Dus daar kunnen wij ook wij mee worden geconfronteerd. Dus dat zijn allemaal scenario's die we in de aanloop naar zo'n evenement wel doorexerceren. Waar kunnen we nou mee te maken krijgen? Ja. Ik verwacht bijvoorbeeld ook in Pyeongchang. Daar hadden we het vorige week nog over met ook de chef de mission. Van ja, wat zijn nou de risico's? Nou, dan kom je ook op transparantie uit. Ja, er zijn geloof ik iets van 150 tot 200 journalisten en 20 schaatsers. Ja. Dus als de ene schaatser aan het en die staan allemaal rond die baan als ze een beetje aan het inrijden zijn. Dus de ene hoeft maar naar de andere een beetje raar te kijken en je hebt alweer een rel. Ja. Weet je, nou ja, hoe ga je daar nou mee om? Dat heeft ook met transparantie te maken. Ja, je moet het volgens mij toch in principe allemaal gewoon willen vertellen en rustig willen uitleggen. En een van de wijzigingen die we hebben aangebracht ten opzichte van Rio. Geleerd van de Vergeest? We hebben geleerd dat we de chef de mission, die verantwoordelijk is voor de ploeg en niet voor de hele operatie, want uiteindelijk sta ik dan natuurlijk aan de lat. Ja, maar dat de chef de mission, dat is nu Jeroen Bijl, dat hij regelmatig en ook informeel gewoon met journalisten praat over wat hij allemaal meemaakt en wat er allemaal gebeurt. Nou, en dat deden we in Rio niet en daarvoor ook niet, omdat we vonden, zeer goed hoor, overigens, dat de chef de mission die geeft een persconferentie aan het begin en die sluit het af. En daartussen is het aan de coaches en aan de atleten. Ja. Nou, daar valt veel voor te zeggen. Ja. Dat is helemaal geen rare, dus dan ga je niet als een wethouder hacking nog voor die atleet staan, want het gaat uiteindelijk om die belang van die atleten. Nou, nu gaan we daar toch wel wat flexibeler mee om, door niet te lang te wachten. Dat zijn natuurlijk ook allemaal consequenties van een samenleving die steeds verder digitaliseert. Want ik heb. Jullie hebben natuurlijk in Rio, naar aanleiding van de affaire met onze Lord of the Rings, Van Gelder. Alles en iedereen over je heen gehad. Dat is ook nieuw, hè? Dat is ook sociale media. Ik denk dat we 6 jaar geleden allemaal nog heel, heel naïef positief over sociale media. Op Twitter zaten alles heel... Ik zit er niet meer op inmiddels. Jij bent eraf, hè? Zit je nou helemaal voor niks te mentionen in mijn tweets? Weet je, speciaal hoe het is eigenlijk... Hij heeft wel een account. Hij heeft wel een account. Ja. Iemand, dat is in ieder geval iemand die Gerard Dieders heeft en dezelfde foto als... Ik gebruik het helemaal niet meer. Maar jullie hebben als geen ander toegemerkt wat het ook kan veroorzaken. Ja, ik vind het overigens wel interessant, hè, want ik heb mijn account niet gesloten, omdat ik me toch... Dan zou ik zo op je vraag gekomen. Omdat ik me toch afvraag wij zullen ook om moeten gaan met sociale media. Maar ik heb er ook niet de tijd voor gehad en ik weet het ook niet. Hè, maar we zullen toch een manier moeten vinden om daar wel mee om te moeten gaan. Hè, en dat geldt voor Twitter, voor Facebook. Facebook vind ik makkelijker, hè, want jij deed dat van de week al op de radio, hoorde ik. Ja, zo gebruik ik Facebook ook.
ik heb op Facebook alleen maar volgers met mensen die ik ken, punt. Weet je, voor de rest, en daar wissel ik mee uit, en voor de rest heb ik dat afgesloten. Nou, op Twitter is dat niet zo. Ik vind dat nog best, dat vind ik nog best wel een dilemma. Maar we hebben natuurlijk wel geleerd van Rio, hè, want wat we over ons heen hebben gekregen, terwijl wij vinden, hè, de overtuiging ook hier, we hebben dat we heel integer hebben gehandeld, ook naar Jury. Want we hadden de afspraken, nou goed, ik kan het hele verhaal opnieuw vertellen. Maar de publieke opinie ging toch op de hobbel met ons. Nou, dat is natuurlijk niet prettig. Dat hebben we natuurlijk wel vaker. En dan gaat het om reputatie. Ja, dus daar moeten we een antwoord op geven. Dus we hebben nu ook tijdens de Spelen in Pyeongchang ook georganiseerd dat er in Nederland mensen zijn die met ons meekijken, die het tijdverschil overbruggen. Ja, dat hebben we wel gewoon moeten inrichten nu voor de Spelen. Dat hadden we in Rio natuurlijk niet. Hè? Dus dat zijn ook learnings. En daar kun je gewoon niet meer onderuit. Hè? En als wij liggen te slapen, dan begint hier de dag een beetje op gang te komen. En voordat je het weet, begint Jeroen Pauw allerlei wat al uit te slaan. En dan kunnen wij dat niet counteren, omdat we daar liggen te slapen. Nou, dat hebben we nu geregeld, omdat we de verbinding tussen Zuid-Korea en Nederland hebben geregeld. En dat hadden we in Rio, met een tijdsverschil andersom, hadden we niet geregeld. Hey, even voor mijn duidelijkheid nog. Ik hoorde jou zeggen, we hebben een deal, een afspraak met de persgroep. En dan kom jij, zei jij, en jullie hebben een afspraak met Talpa. Ook allebei. Leg me dat even uit. Nee, dat Talpa, SBS televisie. Ja, want je ziet natuurlijk, we hadden natuurlijk een strategisch partnership, laat ik het maar zo zeggen, heel lang met de NOS. Maar de NOS is natuurlijk de rechten van de Olympische Spelen kwijtgeraakt aan Discovery, leest Eurosport. Nou, dat betekent dat de NOS nog een klein pakket sublicentierecht heeft kunnen kopen. En dat gaat natuurlijk wel om de sporten die voor Nederland relevant zijn. Ja, dat is best wel relatief veel. Ja, dat hebben ze echt heel goed gedaan. Ja. Maar alle multi-feeds, dat is allemaal klaar. Dat kunnen ze niet meer doen. Dus dat betekent... Ja, en de NOS zit er natuurlijk ook eigenlijk hartstikke goed non-exclusief in. Ja, en wij hebben natuurlijk meer ruimte, ook voor onze sponsoren. Die kunnen we natuurlijk via de mediawet niet bij de NOS afdwingen of terecht. Maar wel bij partijen als SBS / Talpa. Ja. En dat gaat dan om de broadcast, hè, de bredere rechten. En waar het gaat om de productiekracht en met name de schrijvende media... is de persgroep in beeld, maar die gaan natuurlijk ook allerlei dingen vloggen en op internet zetten, et cetera, et cetera. Maar wel ook Team NL gebrand. Ik heb, je begon over, toen wij vroegen over, goh, wat is er de afgelopen jaren gebeurd sinds je hier de vorige keer was, had je het over het transitietraject in de sport. Daar hebben jullie met de bonden samen een document ook geproduceerd, dat NL Sport hebben jullie het genoemd. En er staan een aantal dingen in, ondanks het feit dat we alweer aardig uit de tijd lopen, hebben we één ding veel mee op en dat vond ik interessant. Misschien kun je daar eens wat meer over vertellen. Een van de punten die jullie daar benoemen is toegang tot de sport. Ja. Dat ook nog best wel lastig geregeld is om erachter te komen waar je nou kunt sporten. Toen hebben jullie een initiatief geformuleerd dat heet Sportify. Ja, dat is een werktitel. Ja, kun je daar eens wat over vertellen? Ja, nou eigenlijk is het toch eigenlijk van de gekken dat we... door de digitale mogelijkheden die we hebben, dat we nog niet in staat zijn om zeg maar de toegang tot wedstrijden, tot welke verenigingen, hè, dat je niet een Spotify-achtige omgeving creëert met z'n allen. Hè, waardoor je als consument veel makkelijker kunt kiezen en customized ook kan kijken van, nou ja, als ik nou van die sport lid word, dan ga ik naar die vereniging en nou, dan kun ik ook nog eens wat reviews bekijken en dan kom ik, nou dat, hè, dus die uitwisseling van... Ja, bij wijze van spreken, ik verhuis naar Coevorden ik start een app op en ik zie wat er in mijn omgeving te doen is. Ja, en dan zie je ook nog of er interlands zijn van die sport waar je in de buurt, nou dat soort, daar kun je van alles bij bedenken. Nou, en er zijn een aantal bondsdirecteuren die vinden het een hartstikke leuk idee. Dus daar hebben we nu geld voor vrijgemaakt. Okay. Hè, vanuit onze budget. Hè, dat vind ik ook nog wel aardig om te vertellen. Ik vind dat wel best een landslide. Want binnen die conservatieve wereld die dan toch de georganiseerde sport heet, hebben we voor dit jaar voor het eerst, en dat gaan we de komende jaren doorzetten, 2,5 miljoen euro vrijgespeeld. En die gaan we besteden aan dit soort initiatieven.
Daar zit een expertpanel op die dan de aanvragen beoordeelt van de bonden. Dat kunnen ook bonden zijn met ook weer niet geoordeeld. Dat kunnen allerlei varianten kan dat. En uiteindelijk krijg ik dan een advies en dan moet ik daar een besluit over nemen. Maar ja, ik zal niet heel snel afwijken natuurlijk van het advies van een expertpanel, want waarom heb je ze anders? Maar heet het potje, wat is het potje? Innovatie? Innovatie en ontwikkeling heet dat, ja. Ja, ja. Nou, dat vind ik, en dat is ook weer, door de digitalisering en door de mogelijkheden. En omdat we ook gewoon relevant willen blijven, vanuit die overtuiging dat wij vinden dat sport iets toegevoegd aan deze samenleving. Welke bond in Nederland loopt nou echt voorop in het denken? Ik vind dat heeft denk ik ook wel een achtergrond. Dat de tennisbond heeft te maken met kamp met ledenverlies. En daar zie je door de urgentie dat zij allerlei leuke initiatieven ontwikkelen. Daar heb je het over een bond, hè? Maar je hebt natuurlijk. Ja, dat vind ik wel opvallend. Dus eigenlijk de klassieke van waar het goed gaat, is het eigenlijk slecht innoveren. Ja, precies. Ja. Dus daarom noem ik die ook. Dat die urgentie, die druk. Zie je dat de tennisman met een tennis-app en noem maar op, met allerlei leuke en zeer toegankelijke initiatieven komt. Dus dat ja, er zijn wel meer hoor. Ik vind dat de KNWU daar goed mee bezig is. De wielerunie, voetbal is daar continu mee bezig. Ja. Nou, er zijn wel meer bonden die dat nu goed tussen de oren hebben. Je ziet ook zeg maar in de bestuurlijke omgeving dat op directieniveau dat daar echt afgelopen jaar een verjonging heeft plaatsgevonden. Dat helpt ook. Dus misschien moet ik er ook eens mee stoppen. Dan krijgt het misschien nog een extra schoen. De tijd vliegt hier al zo. Moeten we het nog over Camille Eurlings hebben? Of over daar hebben we helaas geen tijd voor. Seksueel misbruik in de sport. Ik kom gewoon een derde keer terug. Medaillespiegels in Pyeongchang. Dat is aan jullie. Jullie hebben de regie over de tijd. We hebben geen tijd meer. Het enige wat we nog gewoon willen is gewoon een cijfer van het aantal medailles. Dat is eigenlijk het enige. Minimaal 12. Minimaal 12. Die houden we vast. Die hebben we vast. We hebben het eerder over gehad. Ja. Ik heb alle schaatswedstrijden in mijn agenda staan. Ja. En ik doe ook alle short track. Dus ik heb er zin in. Ik ook. Ja, hartstikke mooi. Ja, ja. Heel ontzettend bedankt. Laten we niet weer zo lang wachten tot je hier weer bent. Jullie bedankt voor het kijken. En we bedanken, zoals altijd. Jetstream uit Groningen voor de stream, zodat je gewoon live kon meekijken. PQR voor de hosting van de website. Bier & Co. voor het bier. Jij drinkt geen bier, jij drinkt je eigen bier. Dus Bier & Co. voor de sponsoring van mijn Compaan biertje. Dank je wel daarvoor. En tot slot natuurlijk Freedom Lab, van waaruit wij uitzenden. Kijk je live, blijf kijken. Kijk je on demand, dan weet je dat je nog een stuk of 600 uitzendingen te goed hebt als dit je eerste uitzending was. Dag.